Put a little bit of shit, put a little bit of shit, put a get a little bit of gasoline. Welcome to another crisis. Get a little bit of gasoline. Welcome to another crisis. Ja, en voordat jullie naar deze keer Rijnmond gaan kijken, zijn we deze keer Rijnmond een paar regeltjes. Minimaal 2 seizoenen bij een club. Dat bedoel ik bij RKC dus bijvoorbeeld 2 jaar of iets minder. Eerst 4 jaar bij een kleine ploeg bedoel ik dus nu 2 jaar RKC dan een andere ploeg, ergens in het buitenland. Realistische transfers en werken met de jeugd. En bondscoach van een klein land worden, dat wil ik ook met Bert van Marwijk. En we gaan natuurlijk 4 seizoenen bij een kleine ploeg. Nu dus RKC, misschien wel 2 jaar, misschien iets minder. En daarna gaan we de overstap maken naar een andere ploeg in middenmoot in het buitenland. Of misschien wel Nederland. We gaan allemaal kijken hoe het gaat lopen. Maar we hopen natuurlijk op een goede carrière van Bert van Marwijk. En ooit weer bondscoach worden van het Nederlands elftal. Maar eerst maar een ander klein landje doen. Veel kijkplezier bij deze carrière. Yo mensen, door deze video. Mijn naam is Wesley van FIFA1999. We hebben vandaag weer een nieuwe RKC-crème. Want vandaag gaan we 1 wedstrijd spelen en 1 simuleren. De wedstrijd tegen Arsenal gaan we spelen. En ja, laten we hopen dat we door kunnen gaan in de Europa League. Zou mooi zijn voor ons. Zou mooi zijn voor de RKC. En voor Bert van Marwijk. Maar goed, het is nog de vraag natuurlijk. Want Arsenal is een goed team, een wereldteam. En nou moeten we uit tegen Arsenal. Dus het is mij de vraag of we doorgaan. Laten we het hopen. We gaan kijken wat het gaat worden. Lacazette. Bouwt de bal, goed gedaan. Hoever, die zit er in achtervolging, lukt hem niet van de bal. Zet de Lacazette een eigen kans, Stekelenburg met de redding. En uiteindelijk komt Stekelenburg met de bal. Hier de bal bij De Groot. De Groot geeft hem op Van Wolfswinkel. Van Wolfswinkel, Immers, Lex Immers. Van Wolfswinkel is weggestuurd, Semedo daar ook. Van Wolfswinkel of Semedo, het wordt Semedo. Die de vrije, die de ingooi wel voor de RKC geeft. Verkeerde inworp. Leeman is toch bij Van Wolfswinkel. Van Wolfswinkel goed. Weggehaald door Piqué. Pepe. En de bal hier voor Allen. Allen. Tahiri. En de bal bij Baggerman. Krijgt de bal ook niet verder. De bal is weer voor Arsenal. Allen. Aubameyang. Leemans. Vente. Nu de aanval weer voor RKC. Goed. Leemans. Leemans en Van Wolfswinkel. Dikke Van Wolfswinkel krijgt hem bij Venten. Venten, goede ballen. Baggerman en de bal voor Leno. Ja, nog steeds de 0-0 stand. 1-0 natuurlijk uitgewonnen, of thuis gewonnen met RKC. En laten we hopen dat we hier in ieder geval gelijk spelen. Dat is genoeg eigenlijk. Van Wolfswinkel, Leemans, eerste kans RKC. Maar die bal is naast en wordt hem geraakt, is de corner. Bert van Marwijk, die zweept zijn team op. In deze wedstrijd in de Europa League. Jordi Alba. Competitie gaat niet echt lekker voor RKC. Er wacht nog een wedstrijd tegen Groningen. En een wedstrijd tegen Ajax voor de halffinale van de KNVB-beker. Ja, die Eredivisie gaat niet echt lekker. De hoop is een keer weer te winnen. Maar voor de rest, Europa League nu dus redelijk. Ja, beker gaat het ook goed. En ja, ze hopen natuurlijk Ajax te verslaan in die halffinale. Wel eerder verloren van Feyenoord natuurlijk met 2-0. Een van de top 3 ploegen. En ook van AZ met 3-1. En hierna moeten ze tegen Groningen. Het is mij benieuwd hoe dat gaat gebeuren. Vente, Leemans. Goed de bal bij Baggerman. Baggerman, goede voorzet. Richting Van Wolfswinkel, helemaal over hem heen. Ingooi bij Arsenal. Allen. Semedo. Semedo achter de volgende Van Wolfswinkel. Bal weer terug voor Allen. Torreira. Pepe. Allen. Özil. Torreira. Özil. Ja, het is even bij Arsenal een beetje heen en weer getik. Hier de bal bij Van Wolfswinkel. Goed door het onderschep. De Groot. Leemans en Van Wolfswinkel. Van Wolfswinkel nu geven op De Groot. Het gebeurt goed. 31e minuut. Wordt het dan vlak voor rust nog de voorsprong van RKC. Baggerman. En die loopt hem dan over de zijlijn. Over de achterlijn is het een doeltrap. Ondertussen de tweede helft. 56e minuut. Nog steeds de 0-0 stand hier. Hoeven met ingooi. Tahiri. Waar Pepe eruit gehaald is en Di Maria in het veld is. Leemans en Hoeven vinden elkaar perfect. Hoeven kan hem voorgeven daar. Richting Immers. Immers en het is 1-0. 0-1 RKC en het is Lex Immers die hem scoort. Het is de doelpuntenmaker Lex Immers. En het is 2-0 in totaal, maar 1-0 in deze wedstrijd. Jansen, de jeugdspits, komt erin voor Dylan Vente. Ja, riskant door Bert van Marwijk, maar hij doet het toch. Een jeugdspits inbrengen voor een ervaren spits. Ja, het is de vraag of hij het goed doet, maar laten we hopen dat hij het goed gaat doen. Jordi Alba.
Özil. Mooie bal richting Aubameyang. Ja, geen buitenspel, dus de eerste kans voor Arsenal in de tweede helft. Aubameyang, goede voorzet, Stekelenburg in de handen. Stekelenburg nu richting Hoever. Snelle countermogelijkheid voor RKC Waalwijk met Hoever en Tahiri. Tahiri nu op de jonge spits Jansen. Jansen moet hem voorgeven, dat gaat hij ook doen denk ik. Hij wil het voor de eigen kans doen. Dat kan ook, maar Leno heeft een klem. Tweede kans nu voor RKC Jansen. Vlak achter elkaar, Tahiri. Tahiri goed op Van Wolfswinkel en het is 2-0. Het is over en voorbij voor Arsenal. RKC gaat zich plaatsen voor de volgende ronde van Europa League. Wat een droom is dit voor Van Maverick. Wat een droom is dit voor RKC. Wat een droom is dit voor de spelers van RKC Waalwijk. Wat een droom. Hoeveel gaat nog naar de kant gaat worden door een jeugdspeler die erin komt. Maar het is wel de 2-0. 3-0 in totaal. Het is voorbij voor Arsenal. En RKC lijkt zich te plaatsen voor de volgende ronde. Een verrassing tot nu toe wel van, van deze Europa League seizoen eigenlijk wel. Sowieso dat ze doorkwamen in de groep is al erg... prestatie op zich met AS Roma onder andere. Hier nog de kans, maar de bal naast gekopt door Torreira. En is het bijna afgelopen. De extra tijd gaat in. 2 minuten bedraagt hij slechts. En gooit het dan nog 3-0. Immers. Nee, de bal weggehaald door Semedo. Leno uiteindelijk nog. Maar dan is het toch voorbij. En is ook de extra tijd voorbij. En dan wint RKC met 2-0 van Arsenal. En 3-0 totaal. Zo zijn we door naar de volgende ronde. We persen daar een interview naar de wedstrijd. Nou, dat is een beetje altijd zoals altijd gewoon hetzelfde. Het is mooi, het is leuk dat we begonnen hebben van Wolfswinkel. De pest natuurlijk van het veld. Maar goed, we gaan de volgende keer tegen Groningen simuleren. Ik hoop dat het iets lekkerder gaat in de competitie. Als het niet zo is, dan moeten we gewoon de volgende wedstrijden voor de competitie gewoon weer gaan spelen. RKC Groningen verliezen we met 4-1, jongens. 4-1, nee. We moeten het echt beter maken volgende aflevering. En tegen Ajax gaan we de volgende aflevering sowieso ook spelen. De halve finale van de beker. Ik bedank voor het kijken aan deze video. Druk op het duimpje als je hebt gedaan. Morgen ga ik een videoclip opnemen met Tim. Dat wordt ook super gezellig. Bedankt voor het kijken op deze video. Druk op het duimpje als je hem gedaan. Dan zeg ik zoals altijd. En zoals nu, later! Yeah,